Welkom bij de allerlaatste aflevering van Paris van Sint-Tudorode. We gaan vandaag een kijkje nemen in de Knoptorenkerk en we gaan ook kijken bij het Heemhuis. En we staan hier nu met Gerdien van der Brand en die kan ons van alles vertellen over de Knoptoren. Kun jij jezelf eerst aan ons voorstellen, Gerdien? Gerdien van der Brand dus en ik zit in de stichting Knoptoren. En wat wij beogen is het in stand houden van dit prachtige rijksmonument hier aan de Dommel in Sint-Tudorode. Kun je ons ook iets vertellen over de ligging van de kerk, waarom die precies op deze plek ligt? Nou, mensen vestigen zich vroeger aan rivieren. We staan hier aan de Dommel, want je hebt natuurlijk water nodig. En hier heeft ooit iemand gewoond rond het jaar 1000. Die kon zich een kapel veroorloven, een kapel gewijd aan Sint Maarten. Het katholicisme was toen ongeveer 300 jaar in het land. Die kapel die zal waarschijnlijk wel gediend hebben als gebedshuis, om zondags in dienst te houden voor de katholieken. Er waren er nog niet zoveel. Nou, na ongeveer 400 jaar, toen zijn ze een kerk van steen gaan bouwen, gemaakt van zelf gebakken stenen. Die werden hier ter plekke in veldovens gebakken. Kinderarbeid was dat, het vormen van de stenen. En toen die kerk, die reusachtige kerk, klaar was, toen zijn ze begonnen met het bouwen van een hele hoge toren. Okay. En dat is wat we nu nog de Knoptoren noemen. En kunnen we die toren dan misschien van dichterbij gaan bekijken? Ja, want we zien nu heel weinig van die toren. Zullen we dat doen? Ja. Is dit de Knoptorenkerk zoals die rond 1450 al uitzag? Ja, dit is de romp van de toren. Hoe die aan de bovenkant eruit zag, daar hebben we geen informatie over. Nu is het een lantaarn, daarvoor was het een knop. Dit was dus een indrukwekkend complex en dat paste ook wel bij Sint-Tudorode, want dit was een welvarend dorp, de hoofdplaats van Peeland. Maar toen na het jaar 1500 toen is het fout gegaan. Toen kwamen er eerst plunderingen door onder andere Maarten van Rossum, die onderweg naar Antwerpen dit dorp ook eventjes plat brandde en alles meenam wat hij mee kon nemen. Toen kreeg je de 80-jarige oorlog, de strijd tussen de Spaanse koning en de opstandige edelen, de Nederlanders die vonden dat het protestantisme beter was. Er is toen, we hebben op school allemaal geleerd, een 12-jarig bestand geweest. De mensen dachten het is nou voorbij. En we hebben informatie dat er toen een knop is hersteld of nieuw gebouwd. Dat weten we niet. Daarna is nog verder gevochten tot 1648, Vrede van Münster. Mensen waren blij, maar niet lang, want er hoorde bij dat protestantisme de staatsgodsdienst was van Nederland. Dus katholicisme verboden. Dus beide katholieke kerken die kwamen in handen van de paar protestantse gezinnen in dit dorp. En de katholieken die doken onder in schuilkerken. Ja, ja. Nou, en aan die periode kwam een einde met de inval van de Fransen in 1796. Want die brachten vrijheid, gelijkheid, broederschap en hoorde bij vrijheid van godsdienst. En hoe ging het na die periode dan verder met de kerk? Er is een plek waar we dat beter kunnen uitleggen. Daar lopen we nu naartoe. Oké. Okay. Met de komst van de Fransen was er dus weer toegestaan, het katholicisme was weer toegestaan en er startte een discussie op tussen de protestanten en de katholieken wie welke kerk ging krijgen. En tijdens die discussie in november 1800, met een geweldige storm, viel de knop van die hoge toren dwars door het dak van de grote kerk op de kerkvloer. Het begon naar binnen te regenen. Nou, en toen wilde niemand natuurlijk deze kerk nog hebben. Nou, wat is er nog overgebleven van die kerk? Dat is hier de buitenmuur met die steunberen. Die zie je ook nog op hele oude tekeningen van deze kerk. En ik zie hier ook nog een zijdeurtje. Hoe het toen verder is gegaan, dat kan ik heel mooi vertellen als we op het kerkhof gaan staan. Zullen we daar gaan kijken dan? We zijn nu op het kerkhof bij de kleine kerk, die gebouwd is in 1808. Er was nog steeds de discussie over wie welk gebouw in gebruik ging nemen. Die werd nog heviger, want dit was echt een ruïne. Ja. Nou, dat is toen als volgt opgelost. Wij hadden toen koning Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon. Die trof wel in 30 gemeenten in Brabant en Zeeland deze discussie aan. Wie neemt welke kerk? Ja. En hij loste dat op door
10.000 gulden te geven aan de protestantse gemeente waarmee ze een klein kerkje konden bouwen wat paste bij hun omvang. En hier in Sint-Oederode is tegen de oude toren aan is een nieuw kerkje gekomen. Die is gebouwd tussen de muren van de oude grote katholieke kerk. En om dat te benadrukken zijn hier coniferen gezet die precies op de plek stonden van die pilaren die verdwenen zijn. En er zouden eigenlijk nog 2 coniferen meer moeten staan om aan te geven hoe groot die kerk is geweest. En dit kleine kerkhof was het kerkhof van de protestanten die hier naar de kerk gingen. En een aantal jaar geleden is dit kerkhof gesloten. Mm-hmm. Dus ja, je zou kunnen zeggen, nou is het een kerktuin. Dit is het graf van Willem Karel Frederik van Diepenbeek. Hij was kapelmeester, dus dirigent van een muziekgezelschap. Hij was hier gelegerd in de Eerste Wereldoorlog. Toen ging hij met een andere soldaat ging hij vissen. Mm. Ze schijnen de laarzen met hun sporen nog aangehad te hebben. De huzaren is paardenvolk. Ja. Ze gooiden hun netten uit en ze raakten erin verstrikt en zijn allebei verdronken. En in 2016 was het dus 100 jaar geleden dat hij was overleden. Mm. Toen is het graf vernieuwd. Ja. En toen zijn zijn nakomelingen die zijn uitgenodigd. En het muziekgezelschap van het Nederlandse leger. Die hebben hier de door hem gecomponeerde muziek gespeeld. Want hij was ook componist. Ja. Ja, mooi. Hebben ze toen opnieuw opgebouwd? Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ze hadden 10.000 gulden ter beschikking. Dus ze hebben het zo goedkoop mogelijk gedaan. En je kunt hier heel goed zien dat ze de pilaren die vroeger vrij stonden in de grote katholieke kerk, dat ze die gebruikt hebben om er muren tussen te metselen. En waar wordt de kerk nu voor gebruikt? De stichting Knoptoren die haalt haar inkomsten voornamelijk uit de verhuur van deze ruimte voor maatschappelijke, culturele bijeenkomsten en feesten vinden ook plaats. En kunnen we de toren beklimmen? Ja, dat is het mooie oude gedeelte. Natuurlijk kunnen we erin, hè? Er wordt wel een klimpartij. Zullen we dat doen? Gerdien, wat is dit? Dit is een voorziening voor de brandweer. Vroeger moesten brandslangen na gebruik heel goed drogen. En dat kan natuurlijk alleen in een heel hoog gebouw. Dat hebben we hier. En dan werden ze hier aan gekoppeld. En het luik hier beneden, dat werd geopend. En dan hingen de slangen helemaal uit, zolang als ze waren, tot boven in de toren. Dan gaan we nu even kijken naar de zolder van de kerk. We staan nu op de zolder van de nieuw gebouwde kerk, hè, nieuw in 1810. En voor dit dak hebben ze gebruik gemaakt van de houtconstructie die afkomstig was van de oude kerk. Er was hier iemand, een bouwkundige, en die zei, ja, als je het omdraait, dan heb je een VOC-schip. Kunnen we ook helemaal naar de top? Ja, dan moeten we nog verder kijken. We zijn nu op het hoogste punt waar bezoekers mogen komen. We kunnen hier zien dat er een fantastische houtconstructie te zien is. Heel hoog, ziet er heel ingewikkeld uit. Is natuurlijk ook het resultaat van eeuwen restaureren en sterker maken. We hebben hier vanuit 4 windrichtingen door de uurwerken heen een prachtig uitzicht. En wat je vooral ziet is dat Sint-Oederode zo ontzettend groen is. En kan ik dat uitzicht ook zien? Ja, natuurlijk. Zag ik toen we net beneden waren, zag ik hem ook al. Wat is dat dan voor huisje? Nou, dat is de oude doodgraverswoning. En nou is het het clubhuis van de heemkunde, het heemhuis. Okay. En als je daar meer over wilt weten, dan moet je bij Patrick zijn. Dan ga ik op zoek naar Patrick. Hoi, ik sta hier met Patrick. En Patrick kan ons van alles over dit gebouw vertellen. Maar kun jij jezelf eerst kort voorstellen aan ons? Ik ben Patrick Sanders. Al sinds mijn 18e ongeveer lid van de heemkundekring, omdat ik erg geïnteresseerd was in de geschiedenis van Sint-Oederode. Het ziet er ook wel uit als een heel oud huisje, maar is dat ook echt zo? Het is in 1876 is het gebouwd voor een veldwachter die een woning zocht in Sint-Oederode, maar die kon niks vinden.
En toen hebben ze toestemming gevraagd om hier een huisje te mogen bouwen op het kerkhof, zeg maar. En dat mocht. Hebben er wel voor die veldwachter ook nog andere mensen hier gewoond? Er hebben nog verschillende andere veldwachters ook nog ingewoond. En de laatste bewoners waren Frans en Anna van de Elzen. En die hebben hier ruim 60 jaar gewoond. Totdat ze overleden waren. En had het huisje ook iets met de kerk te maken of is dat niet zo? Frans is ruim 35 jaar koster geweest. Daar houdt in eigenlijk dat hij het kerkhof bijhield. De klokken deed die luiden. Zij waren eruit, het stond eigenlijk al op de lijst om gesloopt te worden. Ja, het was zo vervallen dat het eigenlijk het kerkbestuur het wilde slopen. Dus hebben ze een sloopvergunning voor aangevraagd. Maar op datzelfde moment was eigenlijk de heemkundekring ook op zoek naar gewoon een plek waar ze thuis zijn. En toen zijn ze eigenlijk bij dit huisje aangekomen. En toen hebben ze onder toezicht van de monumentencommissie hebben ze dit hele huisje gerestaureerd. Hebben ze toen bij de restauratie hier ook nog interessante vondsten gedaan of zo? Ja, ze hebben nog een aantal dingen gevonden, maar daar zal ik je binnen laten zien. Ja, graag. Dan kunnen we naar binnen gaan. Graag. Nou, hier hebben we een map. Dit is een map van de historie van het huisje en van de restauratie. Dan kan je precies zien hoe het was. Ja, ja. Nadat de mensen eruit waren, helemaal verwilderd. Dit stukje huis hebben ze gesloopt. En daar is uiteindelijk hebben ze daar een fundering moeten graven. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwamen ze uit op allemaal resten van schedels en botten. Dus die hebben ze allemaal opgegraven. En uiteindelijk hebben ze die weer, alleen dan wat dieper, weer herbegraven. En zijn er hier nog meer, niet per se hier, maar in de omgeving, interessante vondsten gedaan ofzo? We hebben hier bij Dommel, bij het bruggetje, hebben ze in de jaren 60 hebben ze nog een kanonskogel gevonden. Die hebben we hier liggen. Halverwege de jaren 60 hebben ze die daar gevonden. En uit welke tijd komt de kogel ongeveer dan? Ongeveer uit de 18e eeuw, toen de Franse revolutie was begonnen. Toen zijn de Fransen hier geweest en hebben ze gestreden tegen de Engelsen. En daar is deze waarschijnlijk van afkomstig. Ja. Dan heb ik eigenlijk nog één allerlaatste vraag, want dit is het allerlaatste aflevering van Parels van Sint-Oederode. Nu heb ik al een aantal keer gehoord over Koster Brok, maar nu weet ik nog steeds eigenlijk niet wie Koster Brok is. En ik dacht, we hebben hier heel veel informatie, dus jij kunt het mij vast vertellen. Nou, kom maar mee. Nou, dit is het boek van Koster Brok. Iedereen kent hem natuurlijk als Koster Brok, maar zijn echte naam is eigenlijk Adriaan Cornelis Brok. En is geboren op 28 augustus 1775. Dit boek heeft hij geschreven? Ja. Hij heeft het ook helemaal met de hand geschreven? Ja, het is helemaal met de hand geschreven en er staan heel veel tekeningetjes in die hij gemaakt heeft. Dit boek gaat echt over de geschiedenis van Sint-Oederode in zijn tijd. Zodat we weten hoe het toen was. Ja. Dankjewel. Ja. Dit was dan ook meteen de allerlaatste uitzending van Parels van Sint-Oederode. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ik. Ik vond het heel erg leuk om al die verschillende plekjes te zien, om al die nieuwe informatie te horen. Tot ziens!